Oké, hallo iedereen. Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zitten we hier met Arwin. Ja. En vandaag gaan wij weer Skybox spelen. We zijn al best wel ver, want jij hebt wel een plan om een grotere farm te maken, toch al? Ja. En dat zijn we nu ook mee bezig, want hey Arwin, er is weer een boom gegroeid. Oh jee. En ik heb hier nog wat dingen gewoon. Dit opeten. Zo. Ik ga even wat spullen verkopen, ja? Oké, ik ga nu even wat verkopen. Ik heb tot nu toe $16. Even kijken. Oké. 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 Kom je dadelijk ook weer even op de server? Ja. Oh, er is weer een boom gegroeid. Want wat ben je nu aan het doen dan? Ik ben nu terug naar zo. Wow, die boom is echt groot. Ik heb er 6 logs van gekregen. Oké, wat kunnen we nog meer doen? Ik heb wel 2 broden tot nu toe gemaakt. Oké. En misschien als we dan binnenkort even ook een groter platform gaan maken, als je me daarmee wilt helpen.
Dan kunnen we ook even een grotere farm maken en dan kunnen we sneller inkomsten krijgen. Oké, ik ga even kijken of je meer voor sugar canes krijgt of voor sugar. Voor sugar canes krijg je 2 euro en voor sugar krijg je... Even wachten. Waar staat sugar? Sugar? Ik kan sugar niet eens vinden. Bruh. Ik denk dat we maar het beste sugar canes kunnen krijgen. Want sugar kan ik niet eens vinden. Oké. Nou ja, dit is het eigenlijk. Het is best wel veranderd. Ik zie het. Nee! Ben je dood? Ja. Spullen bij je? Ja. Welke? Ja, ik heb wel weer spullen nog hoor. Ik test het uit met een torch. Reporch 2017. Ik heb 24,75 euro. Ik heb 18,000. Grappig. Pestgedrag. Maar ik heb bij 0 begonnen. Jij hebt gewoon gevote. Nee. Ja. Ik doe wel de farm, ja? Okay. Hou jij maar gewoon bezig, weet je wel, met andere dingen, weet je wel, zoals bouwen en alles. Is het niet handig als je even alvast een huis gaat bouwen, jij? Oké. Okay. En waar moet ik komen? Als we nou hier naar achter bouwen, dan maken we daar gewoon een flat. Een flat? Ja, dan kunnen we gewoon heel veel mensen wonen. Oh, dat we een kamertje kunnen huren? Ja. Dat is wel een gaaf idee. Ons eiland is level 6 en er zijn 2 leden.
Kan je mij even toestemming geven van je eiland en zo? Doe je toestemming? Nou, weet je dat ik ook andere mensen kan inviten? Nee, maar we gaan niet inviten. We zeggen gewoon van, hier kun je een kamertje huren in het Engels. Ja, maar ik bedoel dat Kaelen ook en zo mee kan doen. Weet je wel, en ook voor andere kinderen. Dan moet ik jou leider maken, dan krijg ik het niet. Oh, want jij bent ook best vaak online, toch, op Minecraft? Ja. Ja, nee, dan is het geen probleem. Maar als je nou echt gewoon haast niet online bent, maak mij dan wel even leider. Daarom, maar ik ben ook heel vaak online op deze server. Ja. Kan ik jou slaan? Denk ik niet. Nee. Dat is ook wel goed. Maar, is het niet handig als we nou, kan jij even gewoon wat dieren, eieren kopen, weet je wel? 2 varkens, 2 schapen, 2 kippen en nog 1 koe. Want dan kunnen we een soort van, dan kunnen we echt gewoon een boerderij maken. Dan kunnen we dat vlees ook verkopen. Ja. Want daar krijg je ook best wel snel van. Want ik heb zo gezien. Kijk even, want als ik bij shop ga. Hier, kijk. Want rauw varkensvlees is al 75 cent. Ja, dat ook. En ook even konijnen en zo. Maar waar kun je die kopen, die eieren? Even kijken, als je naar shop gaat. Wacht even. Nee, ik kan het niet zien. Ik weet niet. Bro, ik zie het niet eens. Kan jij het zien? Nee. Nou ja, dat is jammer. Ja, dan moet je per se denk ik een spawner kopen. Ja, ik denk dat dat het is, ja. Maar die zijn best duur. Toch? Ja. Hier. Een pick spawner kost 75k. Hey, ik heb een plek gevonden waar je goedkoper steen kan kopen. Hoe moet je dat doen? Ik heb een plek gevonden waar je goedkoper steen kan kopen. Als je 64 wil kopen, kost het toch 304. Ja. Ik heb een eiland gevonden waarbij het 70 maar kost voor 64. Oh, cool. Ik heb misschien hier ook het island. Dit moet je doen. Slash is warp the call. Ja,
Wat is er, wat betekent dat? Dat is gewoon een, dat je naar iemands eiland kan wonen. Yo, hier. Wacht even, hij zegt, oh ja. Hier kun je het kopen. Ho. Dit eiland lekt echt, hè? Ja. Maar kijk, hier kun je het heel goed kopen. Ik heb 24,75. Het is wel mooi. Je krijgt er ook nog 4 euro en meer money uit als je het verkoopt. Dan kun je ook nog gekke winst maken. Maar dit is gewoon... Wol, dit, kijk dit. Ja, I know. Dit is sowieso heel lang gespeeld. Ik kost wel heel veel moeite om dit te maken. Hey, hier staat een bordje rip dieren, dat monster had jullie niet moeten doden. Wat? Hier staat, kijk waar ik sta. Ik sta helemaal achter die ding farm. Wacht even. Ik ga dit net afbordelen. Ik wil voor de nether. Oh ja, natuurlijk is dit een spannend. Oké, kom, we gaan weer. Hey, maar ik heb een idee, hè. We kunnen ook zo'n Nether Wart farm maken, want daar kan je heel snel geld mee verdienen. Oké, ik snap de farm wel. Ik sta wel aan de brand. Ik ging de net van de vuur staan. Doe slash is. Ja, ik ben er al. Oké. Want ik heb dan wel een paar soul sand nodig, maar ik ben natuurlijk heel arm. Dus kan je dat dan kopen? Ik ga nu 3000 money van mezelf weghalen. Boom. 3000 money rip. Maar weet je waarom ik dat ging doen? Nee, weet ik niet. Weet ik niet. Deze nog kopen. Boom. Kan je dan even soul sand kopen? Ik wil even een stuk uit. Wow, yo, serieus? Kost het 3000? Alleen op Obsidian kost het al 3000. Nice. Alleen hebben we wel even... Ik pak even zo'n pickaxe. Heb jij er ook één? Of kopen we even anders één? Koop even een diamond of zo, of een hele goeie. Is dat? Ja, weet ik niet. Koop? Weet ik niet. 300. Koop gewoon twee. Mag ik er ook één dan? Nee, niet kwijtraken. Nee, oké. Jij koopt gewoon iets makkelijk voor 300 money, maar ik heb maar 24,75 euro. Niet slaan, want dan wordt hij boos. Zijn er 16. Kijk hier. Dit zijn 16 zombie pigments in 1. Wacht, ik ga hier via boven gaan zetten. Ga ik eerst even een zwaard halen. Of kan je een zwaard kopen? Nee, dit ga ik toch niet doen. Alle entities worden gekleurd in de... Lekt het bij jou ook zo? Ja,
Nee, bij mij ook een beetje. Ja, ik heb er 5. Maar dat groeit toch snel, dus dat is niet zo heel erg. Pak alleen even gewoon heel veel soul sand. Ik gooi dus even mijn stenen pickaxe daarvoor. Je hebt geen pickaxe nodig voor soul sand. Nou ja, maar ik heb al stenen pickaxe en die wil ik even weg hebben. Mag ik hem? Ja, maar ik kan ook wel die stenen pickaxe graag hoor. Ik ben ook wat quartz aan het hakken. Joh, ik ging boeren. Ik hakte en opeens kom ik in de lava. Ja, ik hoorde dat, ja. Nou ja, dit was het einde van deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem leuk en ik zie jullie de volgende keer. Dag!